Op deze tweede zondag van de Advent lezen we het begin van het evangelie van Marcus. Hij brengt ons zo in de geschiedenis die leidt naar Jezus van Nazareth. Eerst verwijst hij naar het oude Jodendom van de profeet Jesaja, die al spreekt van een bode die de weg zal banen naar de Messias. Met Mozes had het Jodenvolk al begrepen dat wat de mens betreft, men ook van God moet spreken. Voor het oude Jodendom was mens zijn inderdaad per definitie met God verbonden. In onze tijd van coronavirus ervaren we veel sterker dan vroeger dat de mens leeft in een beperkte levensbestemming en we niet overgeleverd zijn aan louter vrije wilsbeschikking. Gedetailleerde levensregels worden ons op ministeriële persconferenties voorgehouden. Maar één ding vergeten we echter: dat we God kunnen vragen om ons te helpen om een levensweg te banen die zijn vrede uitstraalt. En we niet mislopen als mens door onvrede, zelfingenomenheid of eigen gereidheid. Johannes de Doper zou in een levensstijl van onthechting daarvan de boodschapper zijn. Hij riep voortdurend: bekeert u, bekeert u. En hij wist de mensen van Judea en van Jeruzalem te overtuigen dat men inderdaad foutief door het leven kan gaan. En de band Gods, Gods deugdelijkheid, kon achterwege laten. Johannes de Doper was echter veel meer dan iemand die oproept tot bekering. Hij verwees naar hem die na hem zou komen. Hij was begonnen met Jezus in zijn groep op te nemen. Jezus die bij het begin met hem mee predikte, maar die samen met sommige gezellen veel verder zou gaan, heel onafhankelijk van hem. Die Jezus zou God beter leren kennen aan de mensen. De geest van liefde zou de grenzen van het oude Jodendom doen openscheuren naar een universele menselijkheid. En die zou ingeworteld zijn in Gods liefde en vrede. Dat zou uiteindelijk de weg zijn die Jezus verkondigt. De velerlei lichtbronnen die we zien op de straten vanaf november, die overal worden aangebracht en ons verlichtend moed en sterkte willen geven in deze moeilijke tijden. Al deze lichten verwijzen volgens mij naar de bron van liefde en geluk die wij op kerstdag vieren. Jezus, de Messias, die ons doet deel hebben aan Gods liefde en Gods geluk. Amen.